Welkom bij een nieuwe aflevering van Top Talent Versailles Talent Uitgelicht. Deze aflevering is opgenomen tijdens het CDI in Sint-Truiden, een nieuwe internationale wedstrijd in België die dit jaar op de kalender stond. Er waren maar liefst 12 deelnemende landen tijdens deze internationale wedstrijd. Uiteraard spraken wij ook met een aantal combinaties die hebben deelgenomen aan dit evenement, waaronder Noah Moermans, die tevens ook in de organisatie zat. Maar we spraken ook met een aantal ponycombinaties die hier voor het eerst internationaal reden, waaronder Pam Verbeek. We spraken hier ook met Maaike Naberink, die succesvol aan de start kwam bij de Young Riders. En de junioren Amazone Jamila Gijsels, die redelijk succesvol voor België uitkwam. Vanavond in de aflevering de nieuwe internationale wedstrijd, het CDI in Sint-Truiden. Naast mij Young Rider Amazone, Noah Moermans. Haya Karenina, ik heb het goed uitgesproken. Als eerste, je hebt hier natuurlijk vandaag start bij de Young Riders. Maar jij bent hier alle dagen heel, heel druk. Want jullie hebben natuurlijk hier met Stal Gravenhof de CDI Sint-Truiden georganiseerd. Ik zie jou van hot naar her vliegen. Mijn eerste vraag is eigenlijk, het is een hele nieuwe internationale wedstrijd. Wel goed op gereageerd. 12 verschillende landen die deelnemers hebben uitgezonden. Hoe zijn jullie als organisatie en als familie eraan toegekomen om te zeggen, nou, wij gaan een internationale wedstrijd hier organiseren? Ja, we zijn eigenlijk, ik rij al enkele jaren internationaal en wij doen dat super graag. Maar wij houden echt zo van die kleine gezellige wedstrijden, vinden wij de leukste. En ja, we doen dan nationaal dressuur van België, ook de jumpings. En ja, toen zeiden we ineens, eigenlijk zei Dirk hier van, ja, waarom doen we eens geen CDI? Ja, mama had zoiets van zoveel werk en we zijn er gewoon aan begonnen. Aangevraagd en toen was het goedgekeurd. Ja. En toen moesten we wel beginnen. Ja. Ja. Nou is het inderdaad zo, het is, nou ja, mensen kunnen het zien op de achtergrond. Het is kleinschalig, maar je hoort iedereen hierover, ondanks dat het vandaag nou even wat minder was met het weer, dat het gewoon gezellig is, iedereen is relaxed, alles kan hier eigenlijk. Vandaag ook de jonge paardencompetitie, 7-jarige, was eigenlijk aan het einde van de dag. Nou, die is dan naar vanochtend verplaatst, zodat Patrick van der Meer hier niet de hele dag hoefde te zijn. Komt dat ook echt vanuit de organisatie, dat jullie het ook allemaal gewoon leuk voor elkaar willen hebben, dat jullie het gezellig hebben onder elkaar? Ja, dat is ook zo. Wij weten ook gewoon van hoe het is om op wedstrijd te gaan. En als je dan vragen hebt en ze beantwoorden je vragen niet, we weten zelf dat het niet leuk is. Dus als jij de vragen beantwoordt van de ruiters, dan weet je gewoon van kijk, dan zijn die tevreden. En is het voor ons een moeite om die proef een kwartier vroeger te zetten? Nee, voor ons maakt dat eigenlijk niet uit. En voor de ruiters is dat wel leuker. Ja. Nou, absoluut. Nou, nu even terug naar de proef van vandaag, want jij komt natuurlijk hier ook aan de start. Ga je dan anders de ring in, omdat je hier zo heel erg druk bent? Of kan je daar even voor afsluiten en gewoon volle concentratie je proef rijden? Normaal als ik hier rijd ben ik echt super relaxed, maar vandaag er was zoveel volk van hier die we kennen om te kijken en ik zag ze allemaal staan en ze verwachten veel van me. Dus ook mijn lesklanten waren ook aan het kijken, dus ik wil het super goed doen. En ja, als je dan al die mensen ziet, dan denk je, oh, ik mag geen fouten maken. Maar het viel bij al nog wel mee, de stress. Ja. Je hebt wel genoten van je proef? Ja, dat wel. Ik voel echt de vooruitgang die we maken. 2 weken geleden hadden we nog in Heist op de Berg gereden. En daar had ik heel wat fouten en die heb ik er vandaag kunnen uitwerken. Dus nu nog kunnen afwerken en beter worden in alles. En dan zie ik het goed komen. Ja. Want je hebt natuurlijk in 2013, 2014, 2015 ook al Europese kampioenschappen gereden. Maar volgens mij was dat met een ander paard, of niet? Ja, 2013 en 2014 heb ik Europese kampioenschappen gereden met Beach Boy. Maar ondertussen zijn zij 15 jaar en Young Riders ligt net te hoog voor hem. Ja. En ik heb hier een meisje op stal en ja, ze had een paardje waarmee ze regionaal reed. En ze wou zo graag ook eens nationaal gaan rijden. En toen zeiden we, ja, waarom gaan we Beach Boy niet verliezen? Ja. En daarom hebben we hem eigenlijk geleased aan haar. En ze heeft zoveel plezier. En ik heb er ook superveel plezier van. Nou, daar kan je natuurlijk zelf ook heel gelukkig van worden. Omdat ja, je gewoon ziet dat je paard het goed heeft en dat je gewoon iemand heel gelukkig kan maken. En dit paard waar je vandaag mee hebt gereden, hoe lang heb je die onder het zadel? Die heb ik nu ongeveer een jaar, maar die kwam eigenlijk van een vullentje. Dus we hebben die stilaan moeten opbouwen. En
denk dat we toch een klein jaartje hard aan het trainen zijn. Ook met ups en downs. Met, ja, ik ga ook naar school en dat is ook heel druk. En ja, mama rijdt ze ook soms voor mij. Maar ja, de laatste tijd ben ik ze meer aan het rijden, zodat wij een combinatie kunnen worden. En wat is nou uiteindelijk je doel? Toch proberen wellicht Europese kampioenschappen dit jaar? Ja, ik leg het niet echt een doel voor mij. Moest het zijn, ik zou het super geweldig vinden. Maar ik ga gewoon rijden. Ik ga plezier hebben. Is het niet, maakt me echt niet uit. En dan gaan we volgend jaar bij de seniors leuke wedstrijden rijden. Absoluut. Nou, in ieder geval, dank je wel nu even voor je interview. Ik denk dat jij je nu weer snel gaat omkleden. Want je zit in de organisatie, ja. Nog genoeg te doen vandaag. En we zitten nu op de tweede dag van de wedstrijd. Het duurt nog 2 dagen. In ieder geval de aankomende dagen veel plezier en succes met de proeven. Ja, dankjewel. En jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. Laura Luiten, junior Amazone uit België. Vandaag de tweede dag op het nieuwe internationale wedstrijd in Sint-Truiden. Gisteren was je volgens mij 6e geworden? 5e. En vandaag, goede prestatie, een 2e plek. Ja. Natuurlijk eerste internationale wedstrijd outdoor weer voor jou. Een nieuwe wedstrijd in Sint-Truiden. Kan je wat vertellen over de afgelopen 2 dagen? Het was er even terug een aanpassing. Weer outdoor was voor het paard gisteren terug ook even een aanpassing. Er was veel te zien en hij was af en toe wat afgeleid. Maar in het algemeen, de overstap naar outdoor is vrij goed verlopen. Ja. Nou, vandaag natuurlijk een prachtige 2e plek. Wat heb je anders gedaan dan gisteren? Of is het gewoon dat hij nu al wat meer gewend is aan de ring? Hij verbetert wel elke dag in de wedstrijd en ik ook. We groeien eigenlijk wel altijd sowieso in de wedstrijd. En met de trainer hadden we toch nog wel extra puntjes terug eventjes wat wakker geschud. Ja. Nou goed, we hebben nog 1 dag te gaan. Kuren muziek. Ja. Ja, nou, we gaan maar niet uitspreken. Nou, wij natuurlijk vorig jaar hebben we jou ook in Oliva Nova aan het werk gezien. Volgens mij ben je daarna het Belgisch kampioenschap nog gaan rijden. Volgens mij heb je toen even een wedstrijdpauze gehad. Ja, ik heb toen iets meer dan een half jaar uit de wedstrijdring gebleven om eventjes terug door te trainen en het paard eventjes wat rust te gunnen. Ja. Nou, is natuurlijk indoorseizoen is net voorbij. Heb jij überhaupt dit jaar nog wel bij de indoorwedstrijden gestart? Of heb je gewoon gezegd, de zomer, Belgisch kampioenschap, ik stop eventjes en ik ga weer in of outdoor starten? Ik heb eerst 3 indoorwedstrijden gereden. Maar ik probeer eigenlijk dat vaak wel te vermijden. Om het paard eigenlijk wat te sparen en dat we in het outdoorseizoen alles kunnen geven. Jouw favoriete seizoen is dus het outdoorseizoen? Ja, dat sowieso. Nou goed, voor jou is er morgen nog het Kuurop-programma. Volop wedstrijden natuurlijk die er nog aan zitten komen. Zeker in de zomerperiode een hoop mooie internationale wedstrijden. Heb jij nog plannen dat je denkt van nou, dat vind ik toch wel erg leuk om daar naartoe te gaan om te gaan starten? Over 2 weken ga ik weer naar Saumur. Vind ik elk jaar ook wel een heel leuke wedstrijd om naartoe te gaan. Dus, ja, en vaak mooi weer? Vaak wel. Dat was natuurlijk gisteren een beetje jammer dat net bij de juniorenrubriek het hier begon te regenen. Maar goed, vandaag, we houden het volgens mij wel droog. In ieder geval dankjewel dat jij eventjes gelijk na de prijsuitreiking tijd wilde maken. Ga naar Dark Chocolate toe en dan gaan we morgen jouw kuur bekijken. Dankjewel. Graag gedaan. Nova Raven, Pony Amazon uit Nederland. Je eerste internationale wedstrijd. Sterker nog, je hebt pas 3 keer Z2 gereden. Ja, internationale wedstrijd. En dan ook nog gewoon de afsluitende kuur rijden. Dat is denk ik toch voor jou wel een cadeautje geweest. Ja, zeker. Ik had het sowieso nooit verwacht dat ik internationaal mocht starten. En dan vooral dat ik nu als afsluitende kuur mag rijden op deze eerste internationale wedstrijd. Ja, is echt geweldig. Ja. Want jij bent 16, dus het is eigenlijk ook voor jou je laatste jaar bij de ponies. Kan je wat vertellen over je pony? Want we weten dat je nu 3 keer Z2 hebt gereden, gelijke internationale wedstrijd. Maar er zit denk ik toch wel een traject aan vooraf. Ja, we hebben hem gekocht toen hij 5 jaar was. Hij was toen nog groen helemaal. Toen heb ik hem zelf opgeleid. En het viel eerst heel erg tegen, want hij was heel eigenwijs. En hij was heel moeilijk met de oefeningen erop zetten. En toen op een gegeven moment toen kreeg hij door. En toen zijn we in de L2 Nederlands kampioen geworden. En toen zijn we eigenlijk heel snel alle klassen doorgegaan. En nu ben ik Z2 en ja, nu mag ik meedoen aan grote evenementen. Ja. Nou, is dit natuurlijk wel een internationale wedstrijd. Kleins maar groots opgezet, want het is hier eigenlijk voornamelijk gewoon goed georganiseerd, gezellig en voornamelijk gewoon genieten van de sport. Gisteren heb je echt een enorm goede proef gereden. Was het voor jou een verrassing dat je alsnog kuur mocht gaan rijden vandaag? Jazeker, ik had zelfs de kuur nog helemaal niet af. Die heb ik gisteren met Ellen Havering, mijn trainster, afgemaakt. En dat was natuurlijk heel gaaf dat ik hem uiteindelijk nog mocht rijden. Ja. Heb je überhaupt wel eens kuur op dit niveau gereden?
gereden? Nee, nooit. Ik heb over mijn leven nog nooit een kuur gereden. Dus nu meteen in set 2. Ja, dat was best wel moeilijk. Ja. Nou, was hij natuurlijk voor aanvang van de kuur was hij een beetje gespannen, sprong hij een keertje weg. Had je daar in de kuur heel veel last van of kreeg je hem toch wel weer redelijk op ontspanning? Nou, ik kreeg hem op zich wel ontspannen. Een paar wiebeltjes ertussen en de lijntjes niet helemaal netjes. Maar ik was blij dat ik hem helemaal af kon rijden. En ja, daar ging ik ook voor. En dat je de lijnen nog wist. Ja, ja zeker. Oké, nou zit nu hier in Sint-Truiden zit het er voor jou op. Wat ga jij nu dit jaar nog doen? Want je mag natuurlijk nog 1 jaar bij de ponies. Ga je nog meerdere internationale wedstrijden starten? Ja, ik hoop dat ik definitief krijg voor de wedstrijden waarvoor ik me heb opgegeven. En... Welke zijn dat? Roosendaal heb ik me opgegeven, Diepenbeek en Hagen. In ieder geval, wie weet komen je daar tegen. Ga snel naar je pony toe, want je bent er echt net vanaf. En nou ja, super gereden dit weekend. Complimenten. Ja, bedankt. Ga ik doen. CDI Sint-Truiden. En dan staan hier 2 hele leuke dames naast me. En een hele bekende pony. Pum Verbeek, om maar eventjes met jou te beginnen. Jij hebt deze pony gekocht van Tané. Ja. En de oude eigenaresse kwam vandaag nog even kijken. Gisteren natuurlijk al heel fijn gereden. Ja. Vandaag nog een tandje erbovenop. 69,6. Hoe ging het vandaag? Nou, ik vond zelf dat het eigenlijk wel goed ging. Ik heb deze proef nou voor de 2e keer gereden. En ja... Ik vond hem, ja, sowieso, ik had hem zonder verkeerd te rijden gereden, dus daar was ik al wel blij mee. En ja, ik ben wel blij dat het zo kan, ja. Zeg maar. Nou zitten natuurlijk best nog wel wat ponycombinaties aan te komen, wellicht nog wel kuur morgen. Maar ik denk dat vandaag gewoon überhaupt al een hele leuke dag was, want ook de oud-eigenaresse van Macho, die kwam natuurlijk nog even kijken. Hoe is dat nou zo, om je oude pony zo op een internationale wedstrijd te zien tussen al die andere topponies? Hoe is dat voor jou? Ja, ik vind het een beetje vreemd omdat ik er dan zelf niet op zit. Maar ik ben wel blij, want ik vind dat hij eigenlijk zelfs nog wel een beetje beter loopt bij haar. Nu op dit moment. Dus ja, ik ben wel heel tevreden en ze doet er ook heel veel mee. En ze doet er ook heel veel voor en ze is er heel blij mee. Dus ik vind het heel fijn, ja. Nou Pam, waar ga je zo nog op een ander kanaal van Top Talent terugvinden? Want jij bent natuurlijk ook nog met een andere camera bezig. Nou eventjes door naar morgen, kuur op muziek. Denk je dat er een kansje in zit dat je die mag gaan rijden? Het zou kunnen, want ja, gisteren zat ik ook in de top 10. Marsje met 68, dus als iedereen een beetje zo hetzelfde blijft, zit er inderdaad wel een kansje in. Ik zeg dan niet dat dat mijn beste proef wordt. Ik heb die kuur... maandag voor het eerst geluisterd, zeg maar. En ik ben heel slecht met kuren rijden, zeg maar. Dus dan zou het echt alleen voor het idee zijn. En ja, macho. En ja, maar ik zou wel het heel leuk vinden als dat zou kunnen. Nou, Macho, die vindt het eigenlijk niet meer zo heel erg leuk. Ik ga wel, ik denk samen met Tané eventjes voor je duimen dat je alsnog toch morgen kuur mag rijden. En ook al heb je hem pas 1 keer geluisterd, gewoon genieten. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. En dankjewel dat jullie alle 2 eventjes tijd wilden maken. En geniet jij nog eventjes hier van de mooie paardensport. Dankjewel. Naast mij Mieke Nauwrink. We hebben al een aantal leuke dagen hier op het CDI in Sint-Truiden gehad. 3 dagen concours voor jou. Redelijk succesvol, want je hebt natuurlijk de eerste dag gelijke prijsronde mogen rijden. Ja, nu net je kuur gereden. Ja. Eerst maar eens even terug naar de eerste dag. Want daar was je best wel een heel klein blij meisje. Maar, ja. Maar hij ging ook wel echt heel goed. Ja, de eerste dag heb ik echt keifijn gereden. We gaan de laatste tijd echt in sprongen vooruit. Dankzij de fijne begeleiding van Stan Larakus en Jean-René Luimers. En dat kan ik nu in de proef ook al rijden. En daar heb ik mijn kaderscore gereden. Dus ik was echt kei blij. En ik mocht zelfs nog inderdaad de prijzen rondrijden. Daar was ik super blij mee. Dat was ook nog wel weer wat grappigs, want jij stond hier gewoon nog ongeveer tot aan de laatste start. Ach, ik zit er toch niet bij. En toen heb je in een wereldrecord ongeveer je paard opgezadeld, gebandageerd en weer terug in de piste. Ik had in 1 seconde keiveel krooms. Dus iedereen hielp en ik deed mijn jasje aan en de andere zette het zadel erop. En ik was binnen no time stond ik hier en toen mocht ik keigraaf een prijs rondrijden. Dat had ik echt niet verwacht inderdaad. En dus daar was ik echt heel tevreden mee. Ja.
Nou, gisteren was jij 7e uit mijn hoofd. Ja, nou, vandaag kun je, bent net klaar. Weet je toevallig je punt al? Ja, ik heb 69,2 volgens mij. En daar ben ik super blij mee. Bij twee jury sta ik nu nog op 1. De andere zetten mij iets lager. Ik had wel best veel puntenverschil. Maar ja, dat hou je toch. Het is jurysport. Dus dat maakt verder niet uit. Ik was zelf wel tevreden. Ik voelde wel dat hij iets vermoeid werd. Maar hij deed nog keigoed zijn best. En ik heb heel fijn kunnen rijden net. Ik kom er inderdaad net vanaf. Ja, super, want volgens mij doen er nu een stuk of 12 mee. Ja. Hoeveel combinaties hebben er al gereden? Volgens mij hebben we er nu 6 of 7 gereden. Dus wie weet weer een leuk rondje. Dat zou heerlijk zijn, zeker. Nou, we hebben natuurlijk van de week, want wij zitten hier natuurlijk ook alle dagen. We doen natuurlijk veel filmen, veel uitslagen posten, maar we praten ook gewoon met iedereen. Jij vertelde ook nog wat over een paar jonge paarden die je hebt. Ja, klopt. Ik heb op stal thuis nog 2 jonge paarden. Een 4-jarige en een 6-jarige. Die staat nog niet zo heel lang op stal. En ik hoop dat dat mijn opvolgers worden voor deze topper. Nee, ja. Goed. Nou, dankjewel dat jij gelijk na jouw kuur even tijd voor ons had. Ga Black lekker afzadelen. Ja, en nou ja, wie weet straks nog een leuke ronde. Het zou een leuke afsluiting zijn van het gezellige weekend. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, de Belgische Young Rider Amazone, Jamila Gijsels. Vandaag is Sint-Truiden, internationale wedstrijd. Vandaag kuur op muziek. Je hebt natuurlijk al 2 dagen erop zitten. Gisteren een mooie 3e plek. Kan je ons meenemen in de afgelopen 2 dagen? Hoe is het hier gegaan en met de landenproef of de individuele proef? Hoe zijn die voor jou gegaan? Ze waren wel redelijk goed, omdat ik 6 maanden niet heb, geen wedstrijd heb gereden. Dus nu is het weer starten met nieuw seizoen. En mijn eerste wedstrijd was vorige week zondag in een Belgische wedstrijd. En nu direct internationaal. Dus het proefrijden zit er een beetje uit. Ja. Dus ik moet nu weer puntjes op de i zetten. En dat zag je ook in mijn proeven, dat mijn lijnen soms niet echt helemaal mooi gereden waren. Dus we hopen op het einde van het seizoen weer optimaal te kunnen zijn. Ja. Wij spraken jou, denk ik, ja, dat 8 maanden geleden op het BK Flanders Dressage Event. Toen gaf je inderdaad al aan van, nou, ik ga eventjes een tijdje ertussenuit. Als je dan kijkt, we spraken elkaar ook vrijdag eventjes met de landenproef. Toen zei, nou, er zaten wat foutjes in. Gisteren een mooie 3e plek. Vandaag kuur zeer sterk gereden. Je bent er een paar maanden uit geweest, maar volgens mij heb je ook zo de lijn weer te pakken. Ja, wel, het is niet dat ik volledig niet heb gereden. Ik heb blijven doortrainen, ook een beetje naar de Under 25 toe werken. Piaf en Passager een beetje opzetten en de eners en de tweers. Nu de afgelopen 2 maanden zijn we weer aan het werken op de jongrijdersproef. Ja, gewoon met mijn school en mijn studies is dat moeilijk te combineren voor elke keer op internationaal te gaan of gewoon elk weekend op wedstrijd te gaan. Dus nu heb ik een vrije periode, want ik heb geen stage momenteel. Dus nu kan ik weer volop op wedstrijd gaan en daar maak ik gebruik van. Ja. We hebben nu natuurlijk vandaag de kuur op muziek gehad. Is dit dezelfde kuur die we in het verleden ook al van jou hebben gezien? Ja, dat is nog altijd mijn juniorenkuur eigenlijk. Ik moet dringend eigenlijk een keer een nieuwe kuur in elkaar steken. Dat zijn we ook van plan voor mijn laatste jongrijdersjaar, voor nog een keer een hele goede kuur te maken. Maar omdat Zico het eerste jongrijdersjaar een bronchitis heeft gehad en waardoor hij op de weide moest lopen en eigenlijk niet heeft gereden in mijn seizoen. En mijn tweede jaar was nog niet alles optimaal en de pirouettes waren er nog niet, de series waren nog niet helemaal bevestigd. En nu begint stilletjes aan alles bevestigd te worden. Dus nu kunnen we overgaan naar een moeilijker niveau van kuur. Je gaf het zelf al aan, laatste jaar Young Riders. Is dat, pak je daar echt het outdoorseizoen voor? Of pak je dan ook nog een aantal indoorwedstrijden dat je daarna de overstap gaat maken naar de U25? Ik ga gewoon weer, hoe ik dit jaar heb gedaan, even maanden trainen. En dan gaan we nationaal Under 25 starten. En dan proberen we weer internationaal te starten. Hij is heel goed in Passage en Piaf. Ik kan dat heel goed aan. Dan juist de eners gaan voor mij nog een beetje moeilijk zijn. En voor Zico ook nog. Maar ik denk wel dat we een paar maanden nodig hebben. En dan kunnen we wel van start gaan. Goed, eerst nog maar eventjes dit aankomend jaar de Young Riders. In ieder geval dankjewel dat je even tijd wilde maken. Want nou ja, Zico die staat daar bij je moeder nog eventjes vlak na de kuur. Jij bent er gelijk vanaf gekomen. Heel veel succes ook nog dit aankomend jaar bij de Young Riders. En we gaan je vast weer snel zien. Dankjewel. Okay. Dank je. Carlijn Huberts, U25, CDI Sint-Truiden. 2 keer de winst. Je komt net uit de baan, net de eerronde kuur gereden. Fantastisch, het was echt genieten. Het moet voor jou denk ik 2 waanzinnige dagen geweest zijn.
Ja, het is echt heel gaaf. Het is mijn eerste internationale wedstrijd met dit paard en ik rijd hem nog maar een half jaar. Dus ik ging eigenlijk ook zonder verwachtingen hierheen en dan meteen een super fijne proeven. En dan twee keer winnen is natuurlijk ja, top. Echt heel leuk. Ja. Nou was gisteren de Grand Prix proef. Jammer genoeg, de ponies junior young riders die mogen 3 dagen starten. Jullie dan maar weer 2 dagen. Gisteren de proef, daar had je echt al een hele mooie score. Vandaag in de kuur was hij volgens mij soms een klein beetje heet. Maar het zag er wel waanzinnig uit. Is dit voor het eerst ook dat je deze kuur hebt gereden? Ik heb deze kuur al 1 keer eerder gereden op het NK. En toen had ik nog wat foutjes en nu kon ik al veel beter rijden en veel fijner. Ja. Hij was al wel meer ontspannen dan gisteren ook nog. Maar ja, nee, super. Nou, je gaf het zelf aan en je rijdt hem nu een half jaar. Je rijdt hem natuurlijk voor iemand anders. De kuur die je vandaag reed, is die wel speciaal voor jouw paard gemaakt? Want volgens mij dat drafgedeelte met die mooie pianomuziek, dat kwam zo mooi over. Ja, de kuur is gemaakt door Foppe Ikma en hij is speciaal voor dit paard en mij samengemaakt. Dus ja. Dat is heel leuk, ja. Nou, ja. Zeker het drafgedeelte met de pianomuziek, ja, ik ben daar fan van. Ja. Nou goed, nu zit het hier in België erop. Mooie afsluiten kan niet. 2 keer 2 helmen, 2 keer de Nederlandse vlag die de lucht ingaat. Wat ga jij nu doen? Nou, eerst naar huis toe gaan natuurlijk. Eerst naar huis, paard afzadelen natuurlijk. En volgende week hebben we weer wedstrijd in Almelo. U25, dat is wel een kaderwedstrijd. Dus gaan we proberen hopen een keer 68% te halen. Dat is een kaderscore, dus daar gaan we nu naartoe trainen deze week. In ieder geval dankjewel dat je heel eventjes gelijk tijd voor ons wilde maken. Je paard is volgens mij nu al naar stal toe. Geniet er nog eventjes van en we houden jou in de gaten en een veilige terugrit. Ja, dankjewel. Dankjewel.